Zuid-Korea. Een land vol verrassingen en verkoopkansen. Zuid-Korea is traditie versus innovatie. Lieflijke dorpjes versus wereldsteden. Uitbundige natuur versus culturele hoogstandjes. Een waar rondreisparadijs. Ook voor een ecotour. Actief, relaxed of beide. Van strandvakantie tot wintersport. Overnachten in Zuid-Korea doe je in uitstekende hotels. Zowel van Koreaanse als internationale hotelketens. Of je verblijft in een prachtige hanok, een traditioneel Koreaans huis, waarin je je helemaal in Korea voelt. Een unieke tempelstee kan je op talrijke plekken in het land adviseren. En is een must voor de cultuurliefhebber. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ted's Travel Podcast. In deze wekelijkse podcast bespreekt uitgever Tom van Apeldoorn met de hoofdredacteuren Theo de Reus en Arjen Lutgendorf de ontwikkelingen in de reisbranche. Tips, suggesties en vragen zijn altijd welkom en mogen per e-mail naar tom@travelpro.nl. Veel luisterplezier! Heren, welkom bij onze eigen podcast. Tom, Arjen, fijn dat jullie er zijn. Ik zou eigenlijk willen beginnen als met het oog op morgen. Buiten is het 34 graden. Binnen zitten Tom, Arjen en Theo. Heb ik niet gedaan. Nee, ik voel het wel heel goed. Dat is wel leuk. Ja. Maar waarom doe je dan geen jammers? Hoeveel dagen zei journalist bij een vakblad? Maar in de avond hult een Theo zich in latex en maakt de straten van Antwerpen onveilig. Nou, goed begin zo. Nou, we zijn er weer. Ja, oké. Een bewogen week. Ik zeg het elke week, maar het is elke week weer een bewogen week. De weken bewegen gewoon, ja. Dat is duidelijk. Arjen, wat, heel veel nieuws. Jij was... Ik was gisteren in Amsterdam in het gerechtshof. Jij zit in een... Een van de lelijkste gebouwen in het centrum daar, maar met wel een heel mooi uitzicht. Maar, en goed gekoeld, hoor ik. Ja, het was buiten flink warm en binnen was net een ijskast. Ja. Maar het was het hoge beroep, zaak Corendon Sunweb. Wacht even. Dat is het hoge beroep op een in het kort geding. Kort geding heet dat heet geen hoge beroep, dat heet een appel. Maar dat is het niet geworden. De rechter vond het niet spoedeisend genoeg in oktober vorig jaar. En die heeft er een gewoon hoge beroep van gemaakt. Dat betekent twee maanden langer wachten. Ja. Dus nu hebben we een hoge beroep en nou moet de rechter besluiten of hij daar uitspraak over doet. Of dat hij het door gaat verwijzen voor een bodemprocedure. Nou, ze gaat verwacht 3 augustus uitspraak te doen. Alleen ze had nog niet bij de collega's kunnen checken of die wat tijd hadden. Want ze wist niet of ze vakantie hadden. Dus Corendon die wil dat de deal doorgaat. En Sunweb, Sunscreen, die wilde vanaf. En er was een herhaling van zetten? Ja, eigenlijk wel, ja. 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 Iedereen die had weer zijn puntjes op een rijtje gezet en... Het blijft bijzonder om te zien. Maar dat is ook vervelend. Nee, want daar achteraf staan bijvoorbeeld Steven en Matthijs staan gewoon met elkaar te praten over, over of ze wel of niet zijn ingeënt, dat soort dingetjes. Dan gaat het gewoon over de dagelijkse dingen. Ja, Waar. Koeien doe je inenten, mensen doe je vaccineren. Ah ja, sorry. Ja. Of ze zijn ingeënt. Ja, nee, maar... Nou, dit is ook de eerste keer dat we dat met camera doen, dus dat is... Oh, staat hij aan? Ja, hij staat aan. Nee, dat meen je niet. Ja. Waarom? Omdat we hem dan ook op YouTube kunnen zetten. Waarom? YouTube. Okay. Een podcast luister je toch? Ja, maar ik kan hem ook zien. Okay. Op vele verzoeken. Ik bedoel, er zijn mensen die bellen me dan zeggen, waarom doe je dat niet? Nou ja, wie ben ik dan om dat niet te doen? Ik wens veel plezier. Arjen was net een half uur lang in de make-up. Dus nou snap ik. Maar ik begrijp niet, heeft hij een kwartier, heeft hij die kuif met gel zitten bouwen en dan doet hij een koptelefoon op. Ja. Ik begrijp helemaal niks van. Maar was er nog nieuws uit de rechtszaak verder? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus zullen we daar maar over opbouwen? Ja. Nee. Nee, het is te hopen dat het niet tot een bodemprocedure gaat komen. En, ik vind dan gaat het over allerlei dingen waarvan ik dan denk van die rechter gaat waarschijnlijk gewoon kijken hoe het op papier allemaal is afgesproken. Ja. En die zal zich wel daar vooral op baseren. Ja. Ja, en de hele wereld denkt dat het geld weer naar binnen rolt bij de reiswereld. Wat niet zo is. Ja, iedereen zegt, we draaien weer. Het gaat allemaal weer goed. Nou, valt wel tegen hoor. Nee, ja,
Nou, dat klopt. Ik sprak toevallig nog een uur geleden Frank Oostdam. Dat is niet toevallig, want jij hebt Frank gebeld. Ik heb Frank gebeld. Ja, daarom is het niet toevallig. Ja. Ik bel zomaar nooit. Hey Frank, ben jij het? Ja. Nee, ik sprak Frank, die precies hetzelfde zei. Die verwacht dit jaar dat de branche tot 30-40% omzet van het goede boekjaar 2019 komt. En hij pleit ervoor om de overheidssteun door te trekken tot en met het eerste kwartaal van 2022, dus volgend jaar. En dan zegt hij van ja, het gaat dan niet om de herstelsteun, maar om de gewone overheidssteun. En de overheid zal zich niet in de vingers snijden, want de steun die ademt mee, zeg maar, heb je als bedrijf niet nodig, krijg je het gewoon niet. Maar Frank zegt van ja, je zal maar aanbieder van verre reizen zijn. He, iedereen is momenteel een beetje in een hoera-stemming. We gaan bijna in Polonaise door de winkelstraat van we mogen op vakanties. Nou, mensen zijn heel erg terughoudend wat dat betreft. Ja. Dus hij pleit ervoor, trek die steun door tot en met het eerste kwartaal volgend jaar. En wie het nodig heeft, kan dan daar de aanspraak op maken. Dus dat is, en bovendien zegt hij, heel veel bedrijven hebben nog te maken met een schuldenpositie. Die hebben lening afgesloten. Ja, maar dat vond ik wel, je hoorde de hele week op de radio. En het gaat weer goed. En het gaat nog helemaal niet zoals het ging. En B, dat is heel veel schade. En hoe gaan we dat dan oplossen? Want daar, het gaat nou weer goed. De economie herstelt en gefeliciteerd. Ho, ja, bij sommige mensen wel, maar in de reiswereld nog niet hoor. Nee, want die schade is dik. Ja, precies. En het is nog steeds zo, als je terras weer opengooit, zit het meteen vol. Maar gooi jij je reisbureau open, dan zit het nog niet meteen vol. Nee. Om mijn vergelijking. Ja, en dan nog. Dan nog is er heel veel schade geleden. En men praat als constant over, oh, we gaan weer leuk open en alles gebeurt weer. Ja, maar de schade is zo groot. En ja, dat... Ik hoop dat Frank de mooie taak om dit maar te blijven uitdragen. Nou, van, dat zou hij wel blijven doen, ja. Wacht even, de schade was wel groot, maar de schade is groot. Maar, weken, mensen boeken nog steeds niet, hoor. Want we zijn natuurlijk heel blij met een paar boekingen allemaal. Hè? Mevrouw Delt van de Week, de eerste reis weer, de mensen waren weer op reis en die had echt zoiets van... Wat fijn dat ik het noodnummer weer bij me heb. Nou ja. Dat is normaal het zullen meest we er even irritante bellen vanavond, toestel. Ja, is het meest irritante toestel om bij je te hebben. Ja. Maar die had zoiets wat fijn dat ik mijn noodnummer weer bij me heb. We zijn weer bezig. En het gaat natuurlijk nergens over. Waar ze normaal in de weekend 100 of 150 mensen onderweg heeft. Waar was het nu 2? Ja. Maar toch, ja, het voelt wel fijn dat er weer wat gebeurt, maar het is nog niet in de buurt van wat ik begreep is wel dat de aanvraag voor voucherfonds wel een beetje aan het afnemen is. Dat de partijen toch dat ze zien dat het goed gaat, maar dat er toch dat er wat minder toch wel een aantal partijen gehoord dat op het ogenblik dat het terugbetaal moment komt, dat de consument toch wel leuker is dan dat wij denken. Want die zeggen dan toch van, nou ja, in augustus kunnen we wachten. Ja, laten we dan maar augustus boeken. Ja, en daardoor, weer van dichtbij gezien, daardoor zie je toch een aantal terugbetalingen teruglopen. Nou, dat is een positieve zaak. Ja, dat is en mooi. Ik hoorde dat Don Caspers dat die weggaat bij voucherfonds, maar dat hebben we nog niet kunnen verifiëren. Maar het lijkt me op zich ook logisch als die 1 juli start hij bij de Travel Club. 1 juli start hij in zijn nieuwe baan, in die duo-functie met Martine de Knoop voor Travel Club. En dan begin je midden in het volgende verhaal natuurlijk. Ja. Je maakt een goed bruggetje. Ja, dat is een bruggetje, dat is de Golden Gate, man. Mark van Deurzen, prijsvrij, die heeft... Is zijn organisatie aan het optuigen? Ja. En hij heeft Michelle de Wit aangetrokken. Ja. Verrassende move van Reisbureau de Wit, Reiscenter de Wit in Brabant. Ja. Om die leiding te gaan geven aan de nieuwe D-reizen kantoor. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat ook wel een leuke uitdaging vindt. Ik denk dat ze dat ook kan. Ik denk het ook dat ze het kan. Ja. Ik denk een goede keus. Verder Roy Scheurs. Van Tanzavia, vroeger. Die is ook daar in huis gekomen. Ons Geers. Oké. Die voor de online... Roy Scheerder. Scheerder. Voor online. Nou ja, verder hoor ik nog wat meer namen noemen van oude getrouwen. Die
Mark van Deur ze heel slim aan zich bindt om te zorgen dat hij, als wat hij zelf niet weet, wel een huis heeft. Nou ja, een goede manager die kan een goede mensen naast zich hebben. Zelfs. Kijk hier. Ik wou het zeggen. Jij doet niet anders. Ik doe het niet anders. Ja, het domste is om dingen te doen die je anderen kan laten doen. Ook dat, maar ook als anderen het beter kunnen. Dat is niet vaak zo, maar dan neem ik dan maar genoegen mee. Wij denken nee, maar als je kijkt, want het is wel een grappig spel wat nu gespeeld wordt, of wat er nu gaande is. Je hebt aan de ene kant heb je meneer Smit, die de Travel Club overneemt. Ja. Ik heb wel gesproken nog even net met de mensen van de Travel Club, naar aanleiding van de podcast van verleden week. En er was zeker geen sprake van grote problemen binnen de Travel Club. Nee. Dat werd me toch wel duidelijk gemaakt dat het niet zo is. En ik heb gezegd, dat zal ik melden, dus bij deze. Er was geen probleem bij de Travel Club, dus die kunnen gewoon lekker door. Zo, heb ik me daar ook weer afgemaakt. Zo. Hey, maar, je moet niet zomaar dingen roepen die niet kloppen natuurlijk. Je hoort dingen. Ja. Je hoort dingen en als andere mensen dat dan keihard ontkennen, ja, dan moet je dat ook maar doen. Ja. Dan, je moet het zwart op wit hebben. Ja, jij wel. Ja. Je hebt al zoveel stukken geschreven die je gehoord had. Hey, dus je hebt aan de ene kant Smit, die ook nog om het D-reizen heen draait. Hè? Ja, welke winkel kan ik pakken of welke kan ik niet pakken. Dan heb je aan de andere kant heb je Prijsvrij Rewe, die D-reizen ook daadwerkelijk doet. Er was ook nog een reddetje over dat er een lijst gepubliceerd was waar, van wie waar kon blijven werken enzovoort, welke bureaus worden overgenomen. Ja, daar was men niet enthousiast over dat het gepubliceerd is. Want ja, het is toch leuker als je mensen zelf kan vertellen hoe het verder gaat. Mm-hmm. Lijkt me ook wel. Dat speelde dus. Maar je ziet dus daar eens een mini battle aan de gang. Van wie gaat daar nou het meeste retail? Dus ja, heel grappig eigenlijk dat je denkt de retail is dood en begraven. En dan in de tussentijd brandt er een hevige strijd los in de retail. Hillman. Hoe is daarmee? Hebben ze nog steeds een website? Het is oorverdovend stil rond Hillman. De website is er nog wel, maar het Hillman doet hetzelfde wat Wim Smit probeerde, zeg maar. Of Wim Smit deed hetzelfde. Ja, maar Wim Smit heeft wel de portemonnee getrokken. Precies, Hillman niet. Ik heb nog even gemaild. Niks teruggehoord. Het is, zoals ik zeg, oorverdovend stil. Dus ik denk dat ze moeite hebben om aan kantoren te komen. Want als je een opmerking plaatst op je website, een oproep van heb je een kantoor in de aanbieding, meld het. Maar ik kan me voorstellen dat niet veel mensen op de website van Hillman Travel gaan zoeken als je die al weet te vinden. Ja, en ik zie ook dat een flink aantal van de reisbureau-medewerkers van D-Reizen al onder de pannen zijn bij de collega's. Ja. Dat gaat ook heel snel. Maar die zijn zeer gewild, valt me op. En je ziet dus dat... Je haalt in elke winkel heb je een pareltje zitten. Ja. En nog een briljantje. En met de parels en de briljanten, die worden er allemaal uitgehaald. Dus wat hou je over? Dat is zo vervelend dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Ja. Het lijkt me ook als een goede collega naar een andere partij gaat, dat je ook gaat denken van, ja, wat ga ik zelf eigenlijk doen? Ja, goed, de curator hebben ook gezegd dat er ook nog zoiets was als een concurrentiebeding. Maar ik heb dat ooit meegemaakt en daar een zaak op gedaan, maar dat gaat het niet worden. Nee. Nou ja, volgens mij als het bedrijf waar je voor werkt verhiet gaat, dan vervalt het concurrentiebeding toch? Lijkt me logisch. En wat betreft die winkels, dat was dan de curatoren stuurde nog een brief aan Smit van hey, stop even met die interesse in de winkels. Ja, hoorden wij dat Smit zich nu aan de regels gaat houden wat dat betreft. Ja, Smit zegt ik herken me daar helemaal niet in. Nee, dus die curatoren die hebben dus een stevig stuk gestuurd van tot hier en niet verder. Ja. Ik begreep dat Don Kaspers ook zo'n brief heeft gekregen. Ja. En tot hier en niet verder. En je mag je er niet mee bemoeien. Blijf van de boedel af. Ja. En dat is natuurlijk wat vanuit de curatoren gewoon heel logisch. Maar ga het maar bewijzen. Maak het maar hard. Het is in ieder geval zo dat men duidelijk weet dat er op gelet wordt. En weet je, het moet nu al klaar zijn. Kijk, die winkels die overgenomen zijn, die moeten snel open. Dat moet goed open. En ik denk dat de prioriteit moet hebben. Nou, gewoon ook voor de werkgelegenheid en ook voor onze mooie branche. Want mensen denken dat wij in de reiswereld meer tijd in de rechtszaal doorbrengen. Als op, nou, inmiddels wel, ja. Als, nou, ja.
als op kantoor. We hebben nog nooit zoveel de rechtbank van binnen gezien als de laatste half jaar, denk ik. Ja, ja, we zijn begonnen met Corendon Sunweb. Toen kwamen Jan Henne en Marije, die kwamen de hoek om met... Ja. De SGR, de Nederlandse staat. Ja, ja. Dus nou, zo ging het maar door. Ik heb nog even geïnformeerd trouwens over OAT nog. En dat is, dat kan zo'n 2 tot 6 weken duren, verwachten ze bij TH, zeg maar. OAT en dan? En dat er dan een uitspraak komt. Maar de rechtbank die zegt van, ze hebben nog geen zicht op een uitspraak. Dus dat is ook nog een beetje vagig. Ja. Oké. Okay. Dus, ja, dus we gaan wel de zomervakantie in voordat we daar iets over horen. Ja, en voordat we dan weer allemaal... Dus dat zal wel ergens in september op zijn vroegst een uitspraak komen. Nou, wie weet. Ja, en als je dan een uitspraak hebt, dan is het weer... Als het ten faveur van OAT is, dan gaat de RAO in hoger beroep en andersom. Wie weet. Ja, dit gaat eigenlijk nog zo lang lopen. Als het om veel geld gaat, dan weten advocaten dat het wel te rekken. Ja. Nee, nou kijk, Rabo heeft helemaal geen beneur, die hebben advocaat in dienst en die hebben daar allemaal niet zo'n problemen mee. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat er een keer een einde aan die zaak komt. Ja, ja. Hoe heet het dat Schiphol-gate? Dat heeft 10 jaar geduurd of zo? Ja, 12 jaar. Ja. Degene die de zaak aangespannen is, die is al een paar jaar geleden overleden. Dus ik bedoel... Dat was die ondernemer die niet mocht bouwen op de grond van Schiphol. Maar hij mocht hem wel kopen. Ja. En toen moest je terugverkopen en dan kon erop gebouwd worden. Ja, dat heeft hij niet gedaan natuurlijk. Nee. Moest jij nog jouw boodschappen melden? Ja, het is zo tijd voor melden, de boodschappen. Ja, dat is leuk. We gaan zo met de derde ronde beginnen. Daarin speelt, zoals jij weet, de gay friend de hoofdrol. Ja. Die naam leidde vorige week nogal tot wat verwarring in de podcast. Vooral als je het niet goed verstaat. Maar gay staat voor Korean. Juist, ik heb het even nagevraagd bij onze eigen gay friend. Dat is PM aan Harry Batiste, die het verkeersbureau van Zuid-Korea en Nederland vertegenwoordigt. Gay friend, met de toevoeging gay, wil Zuid-Korea zijn entertainmentcultuur internationaal uitdragen. Je hebt bijvoorbeeld K-pop, ken je misschien, van de Gangnam Style. Oh ja. Dat is K-pop. Ja. 2012, meest bekeken video op YouTube. Die man kon zo leuk dansen. Ja. Verkeersbureau, zegt Harry, heeft een gay friend bedacht als vriend van Zuid-Korea. Dus, en op die manier promoten ze dat in het buitenland. Dus die grap die wij verleden week maakten, die ben je nu op het voor het PR-bureau echt helemaal aan het uitdraaien. Ja. Je bent het nu helemaal aan het wegpoetsen dat we hebben gelachen om de term gay. Ik heb juist zo'n reactie op gehad. Harry, sorry. Zal nooit meer gebeuren. Nee, Harry vond het juist leuk, maar ik vind het leuk om het uit te leggen. Vooral met K-pop. Ja, maar jij bent de enige die dit leuk vindt, Theo. Nee, Gangman Style is al een leuk nummer. Ja, dat is geweldig. Die starten we straks even in, dan kan je dansen. Oké, we gaan beginnen met... vandaag starten we met de derde Mask Traveler inmiddels. Nog steeds de campagne die wij samen doen met de Korea Tourism Organization... ter gelegenheid van 60 jaar betrekkingen tussen de landen. Deze maand komt op al onze kanalen online print... tijdens de TED Travel Podcast natuurlijk. En op alle socials van Travel Magazine, Travel Pro, Travel Academy... komt er elke week een andere Mask Traveler voorbij. En wie raadt wie deze derde Mask Traveler is... die kan zijn antwoord invullen op de website van Travel Academy... /Zuid-Korea. De deelnemers maken kans op een van de 4 vliegtickets naar Zuid-Korea... of een van de 10 dinerbonnen... de waarde van €50 in een Koreaans restaurant naar keuze. En nog steeds het goede nieuws dat je zo vaak mag meedoen als je wilt. Ik heb wel een vraag. Welke restaurants zijn dat, de Koreaanse restaurants? Ik ken er een in Den Haag. Ja? Oké, nee, dus dat is wel waarschijnlijk wordt het niet. Ja. Nee, want als het in Seoul is, dan wordt het natuurlijk een steeds sterkere brein. Nou, we hadden hier toevallig een gay friend hier op kantoor. Voor. Hij blijft leuker. Ja, het is echt heel goed. Maar er schijnt in Den Haag een ontzettend goed Koreaans restaurant te zitten. Oh, geweldig. Ja, ik wist het ook niet. Dus ik ga gauw mee. Ik kan hier heel veel flauwe opmerkingen over maken. Zullen we het niet doen? We doen even die K-friend erdoor. Oké, dan gaan we nu luisteren naar de eerste aanwijzing van de derde Mask Traveler. De Mask Traveler. Mask Traveler, ben je een man of een vrouw? Ik ben een vrouw. Mask Traveler, hoe oud ben je? Ik ben 62 jaar. Mask Traveler, wat is jouw band met Zuid-Korea?
Mijn werk en Yang Kyung-so. En dat is een Zuid-Koreaanse kunstenaar die prachtige digitale kunst maakt. Mass Traveler, wat maakt Zuid-Korea voor jou uniek? De combinatie van moderniteit en tradities. Zuid-Koreanen omarmen digitalisering en nieuwe technologieën en hechten tegelijkertijd ontzettend veel waarde aan hun geschiedenis en tradities. De Mars Traveler. Bezoek op Travi Academy de Zuid-Korea pagina. Wanjong Hamnida in Zuid-Korea. We zijn weer terug. Genoeg over Korea. We komen de volgende week nog voor de laatste keer op terug. Aha. Gaan we niet even door nog? Nou, dan ga maar. Nee, maar nog maar één keer. Ja, we hebben er vier. Ja. En het is leuk, hè? Ja, jij vindt het leuk. Ik vind het een leuke actie, ja. Het is wel de makkelijkste actie om een reis naar Korea te winnen, toch? Absoluut. Vliegtickets. Ja. Maar wel met Korean Air, hè? Daar ga ik wel vanuit. Ja. Oké. Okay. Ja. Deze week. Yes. Want het wordt echt, ik vind het een beetje een commercieel programma begint te worden. Heb je nog een beetje EK gekeken, Tom? Al die acties van Ronaldo met Coca-Cola. Ik kijk niet in de voorronde. Oh nee, dat is het inderdaad. Jij kijkt ook geen Ajax als ze geen Champions League spelen. Hè? Nee, Ajax kijk ik altijd. Kijk ik zelfs de oefenwedstrijden van. Dat is een ander verhaal. Ah, leuk. Nee, dat vind ik nee maar de voorronde. Nederland in de voorronde vind ik wel leuk. Zit nog te wachten tot er een actie tegen Booking of zo misschien nog komt op het EK. Al die acties tegen die grote merken. Coca-Cola wordt weggezet en Heineken. En Booking is ook een hele grote sponsor. Hè? Ja. Die zie ik toch elke keer wel voorbij komen. Ja, maar goed. Dit is een Europees breedte verhaal. Denk je dat iemand, omdat Booking in Nederland steun heeft gehad en in de tussentijd weer geeft belofte terug te betalen, dat er dan nog weer een parachute landt. Je weet het niet. Maar ik las dat de Duitse politie heeft overwogen om hem uit de lucht te schieten. Hè? Ja, want daar komt dus in de voetbalstaan een man met een, wat kan die bij, je weet niet wat misschien heeft hij waar een verschrikkelijke bom in zijn rugzak. Ja. Dus ze hebben echt nog overwogen om hem uit de lucht te schieten. Nou, dat is een beetje pech als je dan namens Greenpeace iets duidelijk wil maken. Als jij als vrijwilliger zegt van ik doe dat wel. Ik spreek dan wel de stadion mee. Ja. En dat je dan echt tussen de ogen geschoten wordt door de Duitse sicherheidsdienst. Oh, dat is echt dat klinkt ook heel fout. Dat klinkt ook weer niet goed. Vind ik eigenlijk wel. Het is gewoon warm. Zeg het is maar. Warm, ja. Buiten is het 34 graden. Maar wat heel erg belangrijk wordt, is wat gaat de jongen allemaal roepen de komende dagen? Ja. Want zeker ook als het over reizen gaat. Ja. Ja, dan heb je weer. Frank had het trouwens ook weer van de week aan de stok met een viroloog. Die hel en verdoemen is over dat reizen enzovoort. Oh ja. Oh, hou op, wees stil. Ja. Ja, zullen we een lijstje maken van alle jongeren die hun examenfeest in een park hebben gevierd en hoeveel er daar van besmet zijn? Ga die na 5 dagen eens even testen, dan kom je ook op hoge cijfers. Ja. Maar je krijgt nu weer het bekende framing van, ik las gisteren, of ik las op Radio 1, ik hoorde letterlijk op Radio 1 de zin van dat er zorgen zijn om terugkerende vakantiegangers uit Spanje en Portugal en er wordt geroepen, er is een roep om testen. Denk ik van, het is weer het framen. De jongeren ging vroeger naar Gersonisos op examenreis. Nou, Creta is nog steeds oranje. Dus ze gaan heel veel naar Mallorca en de Algarve. Duiken ze op elkaar, komen terug. Nou, Tijn die zit in Spanje trouwens, hè? Ja. En Tijn. Ja. De Bolt Party. Tijn Kramer die werkt ook hier. Achter normaal gesproken. Dus hij is aanwezig. Ja. Nee, maar het is inderdaad weer framen. En het ergste is nog, dan wordt er geroepen, een Spanje dit, een Spanje dat. Nou, dat is Spaans vasteland. Wij voeren daar niet eens reizen heen uit. Dat mag het niet eens nog steeds. Nee, en ik zag meteen op Facebook van Alerte Agent alweer inderdaad de opmerking voorbij komen. Het gaat er niet om waar je bent, maar hoe je gedraagt. Het is een cliché, maar een cliché is waar. Maar jammer dat het niet mag, want bedoel, sommige oranje gebieden daar, als je volledig gevaccineerd bent, dan zou het mogelijk moeten zijn digitaal coronapaspoortje. Ik verwacht dat 1 juli gewoon heel Europa in één keer op geel gaat. Ja. Als dat paspoort digital, digital. Ja, maar ga nog verder. Er zijn nu landen op groen. Dus die hebben wel nog inreisbeperkingen. Ja.
Maar er komt natuurlijk ook een dag dat die landen ons ook weer op groen gaan zetten. Eerst naar geel en dan naar groen. Hè, als wij nog 800 besmettingen per dag hebben. Mm-hmm. En dan zijn de terugreisbeperkingen ook. En dan heb je de paspoort al niet meer nodig. Hè? En dat kan wel eens veel sneller gaan als dat we allemaal denken. Want iedereen verbaast zich over de snelheid waarmee het nu gaat. Ja. Maar dat, ik denk tegen die tijd dat het paspoort goed functioneert, dat we het niet meer nodig hebben. Ja. En zo is het met alles. We praten erover en we doen. En gratis testen. Hè? Want wanneer gaan we daar nu eens een keer iets echt over zeggen? Dat is gewoon 4 weken geleden in de Tweede Kamer al. Er is vandaag, morgen, hè? Ja, morgen dan, vrijdagavond 7 uur persconferentie. Oh, ja, alweer? Alweer, ja. Hey, die was toch altijd op dinsdag? Ja. Ik raak helemaal door. Nee, maar goed, ze gaan nu de versoepeling van de coronamaatregelen aankondigen. De verwachting is dat Hugo de Jonge iets gaat roepen over inderdaad dat coronareiscertificaat. En over het gratis testen. Ja, nou ja, ik ben benieuwd wat hij gaat roepen. Maar ja, wacht nog even en het hoeft allemaal niet meer. Hè? Ik bedoel, testen is natuurlijk wel als jij... Ja, natuurlijk. Maar dan kunnen klanten ook gewoon boeken. Weet je, dan is het van, dat is even onhandig. Maar goed, het is corona. We moeten even die bezemsteel tegen de hersenpan aanduwen. Maar dan is het maar gedaan. Ja. En dan kan ik gaan en het kost me niet honderden euro's extra's. En als andere landen dat ook een beetje goed regelen, weet je... Alles onder controle. Nou, je neemt een hobbel weg voor mensen om te boeken. Ja, maar een hobbel, het is helemaal geen hobbel, het is een berg. Want de ene land is 48 uur, de andere land 2. Zal ik hem nog een keer halen van verleden week? Doe maar niet. Nee, daar zitten we hier nog even. Ja. En dan, dan heb ik net getest en dan krijg ik een mededeling dat de vlucht 4 uur vertraagd is. Ja. Oh, maar telt het nou 48 uur bij vertrek of is het nu 48 uur dat als ik naar het land binnen ben, kom... Dat soort geneuzel, joh. Ja. Dus als je gewoon op Schiphol veel faciliteiten inricht voor mensen die even een gezellige neuswap komen halen, dan we noemen dit het swappetje, heel gezellig. Leuke muziek draaien. Hè? Dus komt het helemaal goed, maar dat moet wel gebeuren. Ja. En dat moet snel gebeuren. Ja, morgen. Morgen van de NFL 1 juli gratis testen. Gokje. Dat gok ik ook. En dan tot eind van de zomer. Ja. Nou, of 2 per jaar. Zoiets. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval voor de maanden juli en augustus om te beginnen, was het plan. Ja. Daar is 350 miljoen voor beschikbaar gesteld. Ook wel aardig voor testen, denk ik. Nou ja, ze hebben bijna een miljard uitgegeven aan testen voor feesten, partijen en voetbalstadions. Dus waar geen gebruik van moet worden gemaakt, die bedoel je. En anders kunnen mensen altijd via de ANVR-site de test bestellen. Hè? Die is net live. Dus die is wel lekker. Die is mooi op tijd ook. Er zit wel een leuke module op. Ik heb hem even uitgetest. Ja. Kom ik erop. Ja, geweldig. Nee, maar als jij zegt van ik wil naar... die bestemming, dan wordt meteen aangegeven welke test je nodig hebt, automatisch. Ja. En wat de beste tijdstip is om te testen. Dus als je daar test hebt van 48 uur, 72 uur, wordt meteen gezegd, niet te vroeg, niet te laat, dit is de beste dag om te testen voor jouw reis. Als je aangeeft wanneer je moet vertrekken. Dat is wel een leuk systeem. Het is iets trager, maar het systeem werkt wel. Heb ik ben je nou gewoon weer reclame aan? Ik wil jouw privébankrekening een keer kijken. Volgens mij krijg jij zoveel geld toegeschoven van al die mensen. Nou, niet zoveel als jij met Beterbed. Beterbed. Hey, maar ik had mijn Beterbed shirt daar moeten doen vandaag. Ja. Het is best wel pijn, hè, zo'n camera erbij, of niet? Hebben jullie dat? Nee, staat er die totaal nog? Niet. Oh. Nee. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind gewoon... Maar ik ook. Ik snap er ook helemaal niks van. Kijk jij Radio 1 op je laptop? Ja. Zeg maar met beeld. Ik kijk nooit mee. Nee. Radio. Ja. Maar het bereik gaat nog meer groeien. Jullie worden nog beroemder. Dacht de ANVR ook een paar jaar geleden. Wat dat? Met die YouTube-filmpjes. Ik keek ook geen hond naar. Heb ik nooit meer gekregen. Nee, kijk. Wij zijn toch maar anders. We zijn media. Multimediaal bezig. We gaan het zien. En je weet het, hè. Je kan zoveel. Bert de Erdevries zei, als ik niet minstens zoveel zetels in de peiling krijg, dan doe ik niet meer mee met de verkiezingen. Nou, heeft hij niet meegedaan. Nou, als we niet een flink aantal kijkers krijgen, dan halen we die camera meteen weer weg. En dan zeggen we tegen al die mensen die zeggen, maar je moet echt doen. Dan zeggen we, zie je, klaar. Als we nu even kijken.
de komende weken, hoe voorspellen we het? Want wat ik ook al hoor is dat, dat al toeroperators aan het kijken zijn om vliegtuigen bij te huren. Omdat het in augustus gewoon niet meer weg te brengen is straks. Nee. Ja, de mensen die nog niet geboekt hebben, die gaan echt een zware pijp roken. Ik, ja. Ik was even aan het kijken op vakantiehuizen in Spanje. Nou, het enige wat ik nog kon vinden wat een beetje leuk was, dat was 36.000 euro voor 3 weken. Zo. Nou, dat heb ik niet gedaan, zeg maar. Toch niet? Nee. Ik kon het ook niet barteren. Nee. Nee, dat heb ik me niet gedaan. Ik las in het Financieel Dagblad dat Steven van Heijden zei bijvoorbeeld dat hij ook veel meer reizen in september en oktober verwacht. Zodat het seizoen veel langer door gaat lopen, zeg maar. Ja, dat ze daar ook rekening mee houden. En als je dan kinderen hebt, dan kun je zeggen, ja joh, we gaan toch even op vakantie, is niet gelukt. En ze zeggen, maar dat kan niet. Ze zijn afgelopen jaar 5 maanden thuis geweest, dan kon het wel. Ja. Nou, kom, doe eens een beetje flexibel hier. Nou, ik heb voor mijn zoon voor volgende week vrijdag vrij gekregen. Ja. Niet officieel, ik ga er verder ook niks over zeggen. Maar ja, Disney opent Marvel. Ja, okay. Een kleine Marvel-fan. Dus, ik heb even met het ministerie gebeld. En vanaf zondag hoeven we ook geen mondkapjes meer om. Want dat is ook niks als je Disney moet doen met een mondkapje om. Dus alles komt goed. Ja. Leuk, hè? Het leven is weer leuk. Het wordt weer leuk, ja. Maar dat merk je sowieso in de branche. Ja, maar sinds de terrassen open, sinds het een beetje mooi weer is. We hebben ook thuis voor ons voorgenomen om deze week ook een keer thuis te eten. Oké. Dat is ook wel moeilijk, bezig. Hoor. Ja, joh, dit is zo ontzettend fijn dat het weer normaal wordt. Ja, en het wordt zeker normaler dan dat we denken. Want hadden jullie dat ook toen jullie hoorden van, ja, dat we dan over 1,5 week dan geen mondkapje meer om zouden... Dat is wel gek, hè? Ja. Ik had echt zoiets, hè? Maar ik denk toch dat je in het vliegtuig... Daar moet hij gewoon op, denk ik. Ja. Als je de 1,5 meter niet kan garanderen, dan wordt u geacht een mondkapje. Oh, ja. Dat is de regel straks. Ja. En supermarkten, waarschijnlijk hoef je in supermarkten niet eens een mondkapje meer om. En toch zou het vreemd zijn weer om zonder mondkapje binnen te stappen. Ja, mijn standaard grap was, dit is geen overval als ik met een mondkapje binnenkwam. Ja, die kan ik niet meer maken. Ja, ja. Gods, heb jij weer. Moet je andere grappen denken. Nee, maar het gaat nu snel en het gaat nu goed. En iedereen verbaast zich erover. Maar we kunnen een podcast van 12 weken geleden nog terugluisteren. Toen hebben, we hier ook gezegd, als het gaat, gaat het ineens heel snel. Gaat het heel hard, ja. 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 Laten we hopen dat iedereen... Hebben we ook nog wat informatiefs, Theo? Want, Jeannie Vincent heeft officieel afscheid genomen in een e-mail aan vrienden en relaties. Ja, we hebben allemaal hetzelfde e-mail gehad. Ja, ja. Wil je het nog weten? Ze gaat nu een paar maanden met sabbatical. En waarschijnlijk komt ze weer terug in de reiswereld op een andere manier. En ze heeft een website voor oud mensen die in de reiswereld zijn. Show you the world. Show you the world. En dat is een hobby van haar. Dus als je niet meer in de reiswereld werkt en toch deze podcast nog luistert. En je wil in contact blijven met mensen die in de reiswereld gewerkt hebben. Kan je altijd naar showyoutheworld.nl. Ja. En dan... hou je toch contact. En het gaat er ontzettend goed. Ja. Volgende onderwerp. Dan zeg je wat. Heb je niks meer? Nee. En jij zei dat het zo'n bewogen weekje was. Nou, ja. Ik zag dat jij echt Europa ziet groen, exclusieve polootjes hebt sinds vandaag bekend. Met KLM Golf Open. Ja, ik ben er niet zo van. Maar ik zag dat ze stoppen als hoofdsponsor. Ja, dat is nu een collectors item. Ja, dus marktplaats. Ja, marktplaats. Ja. Ja, dan moet ik maar weer vrienden worden met de volgende sponsor. Ja, maar dat begrijp ik ook wel. Je kan niet zoveel mensen moeten ontslaan. En dat je dan zo'n toernooi blijft sponsoren. Ja, maar dat toen ook kostte weinig hoor. Want dat hadden ze wel heel goed business-wise opgezet. Maar jammer. Ja. Ik vond het wel gewoon heel erg bij KLM horen. Ja. Wil jij dat nog wel eens golfen? Ja, nee, heel weinig. Ik vind het helemaal niks, persoonlijk. Maar... Ja, maar jij kan het ook gewoon helemaal niet. Dus dan is het niet zo raar dat je het niks vindt. Dat heb ik nou met korfbal. Oh ja. Jij gooit die bal onderhands. Ook dat nog. Ja, ook bovenhands, hè. Mag dat? Nee, zeker weten. Ja. Ze doen altijd zo. Nee. Dan rennen ze de hele en gooien ze omhoog. Kom eens kijken. Maar jij zit ook alleen op korfbal, omdat het gemengd is, joh. Ja, dus geef het namelijk voor wat douche na afloop, ja. Europa zit groen en geel. Ja. Zelfs een paar groene bestemmingen in Europa. Dat vond ik wel heel positief. Ja, maar dat was het zelfs voor corona niet. Nee, IJsland, Polen en Roemenië staan nu op groen. Ja. En Polen met een goede tekst.
Oh, sinds wanneer? Sinds vandaag. Oh. Ja. En bij Portugal was die zoveel dagen quarantaine eruit, hè? Ja, ja, ja. Want dat was toen ook nog een dingetje. De beesten hadden echt een potje van gemaakt. Want dan hadden ze bij die oranje reisadviezen, daar hadden ze dus... Dan maken ze een kop en daarna kan je doorlezen. Dan moet je doorklikken. Ja. Maar mensen lezen alleen de basale info die er staat. En dan staat er of u bent gevaccineerd of u... wordt de plekke getest en u moet 2 weken in quarantaine. Precies. En dat je met de PCR-test het land inkomt, dat was dan daar moest je afgevallen. Daar moest je voor doorklikken. Maar de gemiddelde burger die leest het eerste stukje en die denkt, ja, maar daar ga ik niet heen. Ja. Ik ben toch benieuwd hoe dat gaat met dat Europese paspoort. Want dat is wat Frank Oostam toen mij vertelde. Dat ze hopen dat ze dus, als het paspoort er is, dat als landen buiten Europa te accepteren, dat je dan ook... Als Amerika het accepteert, het Europese coronapaspoort, dat je dan ook naar Amerika kan als je gevaccineerd bent of de test hebt gedaan, dat ook makkelijker wordt. Waarom zou ik niet naar Amerika mogen als ik 2 keer gevaccineerd ben en inderdaad. Ik ben 2 weken verder en ik ben... waarom zou ik niet naar Amerika mogen? Ja. Omdat ik het virus over kan brengen op al die andere gevaccineerde mensen. En dan als ze een app hebben die goed werkt en als het heel makkelijk is, dan waarom niet? Ja. De Amerika-aanbieders kijken met spanning naar de 4th of July. Dat kan nog wel eens heel snel gaan, Amerika. Ja. Ja. Want New York is alle restricties weg, hè? Ja, precies. Mondkapjes zijn weg. Ja. Maar ja, Canada neemt het ook heel erg af, aantal besmettingen. Ja, maar overal. Ja. Alleen de landen die... Ja, niet overal. Nee, de landen die het helemaal niet gehad hebben in de eerste ronde... Ja. Die zitten nu eigenlijk pas in... Of die zitten nu eigenlijk in die grote ronde die wij achter de rug hebben. Ja. Dat is logisch. De barometer heeft goed gewerkt trouwens, hè? Ja. Je zei het al, hè? Kroatië. Dat Je kan het gewoon van tevoren zien. Nou, en Frankrijk zal ook heel snel komen als ik zo de cijfers zie. Ja. Spanje blijft die cijfers een beetje lastig interpreteren. Ja. Want dan zag ik eigenlijk een stijging terug in de cijfers. Het is soms het is ook heel regionaal en het is soms wel lastig. Het is jammer dat ze het maar 1 keer in de week doen. Maar, want België, Frankrijk, dat moet natuurlijk al lang op geel. Ja. Maar dat is volgende week ga ik pas naar Frankrijk. Dus dan zal het wel op geel komen. Tuurlijk, vanuit. Ja, absoluut. Oké. Okay. En Ierland gaat binnenkort ook op geel, hoorde ik in de wandelgangen. Dus. Mooi. Ja, die wandelgangen van jou. Die wandelgangen weten we wat, ja. Nou, we gaan ermee stoppen, want het is veel te warm om hier heel lang te zitten. Ik bedank jullie voor de bijdrage, heren. En ik bedank de luisteraars weer voor het luisteren. Maak er een goede week van en tot de volgende keer. Hey, tot ziens, hè. Doei. Hoi.